Of coffeeshop Carpe Diem in Helmond na 1 november weer open mag, is nog niet bekend. Op last van burgemeester Fons Jacobs werd de shop tot die tijd gesloten nadat er een tweede aanslag werd gepleegd. Maar daarvoor zijn inmiddels 2 verdachten aangehouden. Een 33-jarige en 20 jaar oude Helmonder werden woensdagochtend van hun bed gelicht door de politie, omdat ze mogelijk eind juli een granaat in de coffeeshop zouden hebben gegooid. De 2 worden vooralsnog alleen verdacht van deze tweede aanslag en niet van het incident waarbij een auto de gevel van Carpe Diem binnenreed. Volgende week bekijken de gemeente, politie en justitie de mogelijkheden om de shop aan de Koninginnenwal weer te heropenen aan de hand van een risicoanalyse.